Ja. Gisteravond hadden we natuurlijk een hele lange, treurige avond. Televisie, we zitten kijken met z'n allen. En Tom Egbers, die had de ondankbare taak om ons door die avond heen te loodsen. En die hebben we nu aan de telefoon. Tom, waar zit jij nou? Van Schiphol naar Amsterdam. Maar het was allesbehalve een ondankbare taak. Dat is eerzaam, man. Wij mochten ik bedoel, dat is journalistiek. We zijn erbij en je moet vertellen wat er gebeurt. En, nee hoor, dat is allesbehalve ondankbaar. Maar vind jij dan eigenlijk dit journalistiek gezien interessanter dan een vlekkeloze kwalificatie? Nou, dat klinkt een beetje lullig om het zo te zeggen, maar succes is saai. Ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Ja. Er is het natuurlijk journalistiek van alles te beleven. Ook trouwens voor de supporter is er wel van alles te beleven. Maar het supporters hart huilt. Maar de journalist veert op. Want wat is hier in godsnaam aan de hand met het Nederlands voetbal? Nou, zeg maar. Ik denk dat we de bodem hebben bereikt. Maar ik durf mijn hand daar niet voor in het vuur te steken, hoor. Het is echt, we zijn met een sneltreinvaart gedaald. We zijn heel even het nummer 1 van de wereldranglijst geweest. Dat was maar heel even. Maar Nederland was een land waar tegen andere landen echt met de staart tussen de benen naartoe kwamen om op te spelen. En ja. Nederland won ook wedstrijden met 3-4-0, 5-0. Daar waren we trots op, toch wel. En nu moet je vrezen. Ik bedoel, we zijn goed weggekomen gisteren met 4-0. Het is gewoon een historisch grote nederlaag. Maar we zijn er echt goed weggekomen, want 9 of 12-0 had ook tot de mogelijkheden behoren. Ja, hey, ja. Tom, jij was erbij gisteren. Zijn er ook nog dingen gebeurd die de camera niet gezien heeft? Ik bedoel, is er een kleedkamer in elkaar getrapt of zo? Nee, dat heb ik dan niet gezien. Ik denk ook niet dat gebeurd is. Ik denk dat die jongens te stuk zaten en te gedesillusioneerd waren om dat nog op te kunnen brengen, als ze dat al zouden willen. Nee, dat is niet gebeurd. Tenminste, weet ik zeker dat het eigenlijk niet gebeurd is. Ik weet wel dat er best pittige taal is gesproken. En ik denk dat afgelopen nacht, maar dat is een veronderstelling, Dick Advocaat en Ruud bij elkaar op de hotelkamer nog even zijn gaan zitten. Vannacht toen ze thuis kwamen in Amsterdam. En dat ze toen eens even whiskytje hebben ingeschonken, misschien 2. En dat er een ontzettend gevloekt is. En dat er een plan de campagne is gemaakt om toch de komende 3 wedstrijden hoe dan ook te winnen. Ja, ja, ja. Heb jij eigenlijk ooit, hè, in jouw lange carrière, want je werkt nu, wat is het, ongeveer 341 jaar bij de NOS? 109 jaar. Ja, precies. Heb jij ooit zo'n slecht spelend Nederlands elftal gezien? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik ben ook wel geweest bij de wedstrijden de Bulgarije uit. En toen was ik er nog niet bij. Tsjechië. Ja. Nou, dat was ook geen half. Maar dat ging meer over bezieling nog. Maar nu merk je echt dat spelers in de late herfst van hun carrière zitten. Dan wel, en dat geldt ook voor de jonkies. Totaal gebrek aan zelfvertrouwen. Ze zijn nu kennelijk doordrongen van het feit dat we internationaal geen enkele rol meer spelen. Dat we er eigenlijk niets te zoeken hebben. Ja. Ja. Ruud Gullit, hè, ook nog jarig vandaag. Ja. Is daar nog voor gezongen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nou ja, is hij vandaag jarig of was het gisteren? Ik dacht vandaag. Ja, nou ja. Ja, door zijn vrienden wel, maar ik denk niet dat er iets of iemand is met wie het gezicht heel vrolijk staat vandaag. Ja. Nee jongen, stel je voor man, nu nog 2 dagen, oh god. En wat zal het voor de wedstrijd worden tegen Bulgarije? Ja, zeg het maar. Even tot slot Tom, hè. Zondag wacht Bulgarije, Nederland-Bulgarije in Amsterdam. Zeg eens een uitslag. Ja, een zeer zwaar bevochten 1-0. Ja. Journalistiek interessant, maar als we winnen ben ik ook ontzettend tevreden. 1-0, daar teken ik voor. Absoluut. Dankjewel, Tom Egbers. Hoi.